We gaan nu het woord van God weer lezen uit Lucas 5, vers 27 tot 39. En hierna ging hij weg en hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en fariseeren morden tegen de discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En ze zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden en evenzo ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u eten en drinken? Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, dan in die dagen zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuwe bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders dan de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe past niet bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Tot zover. En we gaan het bekijken vanuit vers 30. De fariseeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen. En zeiden, waarom eten en drinken jullie met de tollenaars en zondaars? Ik wil het vanavond hebben over discipelschap. Discipels zijn van Jezus. En de vraag, waar begint dat mee? Wanneer begin je nou een discipel van Jezus te zijn? Is dat op je bekering? Is dat als je geroepen wordt, begint dat als je je zonde beleidt en vergeving krijgt. Ineens staat het woord discipel in Lucas, hier in vers 30, de eerste keer. Pas in 6, vers 12, gaat Jezus ze uitkiezen. 12 apostelen uit al zijn discipelen. Maar hier staat ineens de eerste keer zijn discipelen. En het mooie daaraan vind ik, instap om discipel van Jezus te worden is zo laag, dat je het begin ervan niet eens kunt vaststellen. Ja, natuurlijk, die Simon en die metgezellen hebben in hoofdstuk 5 vers 11 hun schepen op het land getrokken en alles achtergelaten en zijn Jezus gevolgd, net als Levi in het stukje van vandaag dat deed, maar nog zonder het woord discipel te horen, nog zonder wat word je dan als je opstaat en je tolhuis achter je laat, je scheepje achter je laat, je volgt Jezus, waar hij is, daar ga je. Maar wat ben je dan? Dat is allemaal nog niet gezegd, allemaal nog onduidelijk. Denk aan de worsteling van mijn belijdeniscatechizanten. Wanneer ben ik zover om belijdenis te doen? En ik tekende voor hen een fuik. Zo net in delen opgebouwd van die trechters. Met een grote ingang, een kleinere uitgang. En je kunt nooit meer terug door de ingang. Als je er eenmaal in bent gezwommen, kun je de andere richting niet meer in. Maar wanneer, in welk deel van die fuik, ben je nou discipel? Ben je discipel als je helemaal in de punt zit? Helemaal gevangen? En helemaal in het verste van wat je kunt bereiken?
Of ben je al christen als je in een van de eerste tunnels zit? Wie zal het zeggen? Wie maakt dat uit? Hoe bepaal je dat? Het evangelie van Lucas zegt het zo. Er is iets veranderd dat je Jezus bent gaan volgen. Zijn ze al leerling of niet? Jezus zegt daar nog helemaal niets over. Het is eigenlijk net als met vriendschap. Wanneer word je nou precies vrienden? Soms, maar zeldzaam, bij de allereerste ontmoeting. Maar veel vaker, na veel ontmoetingen, komt het moment dat je het benoemt. Wij zijn elkaars vrienden. En dat je dan het zomaar kunt hebben over, hey, en wanneer hebben wij elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet? En hoe vond je dat toen? Hoe vond je mij toen? En hoe vond ik jou toen? Terug herinneren, besef je, wij noemen elkaar nu voor het eerst vrienden, maar al die eerdere ontmoetingen, waar we dat nog niet deden, of nog niet eens wisten of het echt zouden worden vrienden, die speelden wel een rol. Die waren wel nodig voor het moment van nu. Dus Jezus' tactiek voor discipelschap is met mensen omgaan, ze naderen, iets moois voor ze doen, bijvoorbeeld schoonmoeder genezen voor Simon, maar vrijblijvend. En er terug te komen. Bootje lenen als spreekstoel en met een grote visvangst betalen. Tweede ontmoeting voor die Simon Peters. En een belofte uitspreken, een uitnodiging doen. Als je mij volgt, zal ik vissers van mensen van je maken. Ook weer onvoorwaardelijk. Geen sancties erbij. Maar als je me niet blijft volgen, zei Jezus niet. En dat helpt ons te beseffen dat we van fase in fase belanden en het steeds duidelijker wordt. En wat helpt je te beseffen dat je in een volgende fase beland bent? Dat je een fuik verder gezwommen bent? Ik denk 3 dingen. 3 bevestigingen. De eerste die van Jezus zelf natuurlijk. Als Jezus ineens luid en duidelijk tegen jou zegt, ik noem jou. 6 vers 12. Ik kies jou tot apostel. En later, 3 jaar later, zei hij heel nadrukkelijk tegen zijn leerlingen, ik noem jullie mijn vrienden, niet meer mijn slaven. Weer een duidelijke bevestiging, een nieuwe identiteit. Jezus, bevestiging. Als hij duidelijk tegen je uitspreekt wie je voor hem bent. Tweede is natuurlijk je eigen keuze. Momenten dat je zelf bewust een stap neemt. Dat zijn ook bevestigende momenten. Als je zelf gaat staan en zegt tegen jezelf en tegen de Heer Jezus. En nu kies ik voor u. Nu aanvaard ik wat u me gegeven hebt. Nu ga ik van erbij zijn. Sta ik op en laat ik achter. Doe ik mijn spoorboompje open. Kan me niet meer schelen. Het geld wat ik verdiend heb. Verleven. Ik laat achter, ik volg. Ik ga er nu bewust mee bezig. Pak nu zelf mijn Bijbel. Ga lezen, ga zelf bidden. Ook als niemand kijkt. Zulke momenten van je eigen keuze zijn de tweede manier van bevestigen. Maar er is een derde. En die is bij Lucas voor de leerlingen de eerste geworden. Namelijk als andere mensen tegen jou beginnen te zeggen, hey, jij bent zo'n gelovige, of jij bent van Jezus, of zoals hier, waarom eten jullie met tollenaars en zondaars? En de leerlingen beseffen,
Waarom spreken ze ons erop aan? Zien ze ons als mensen van Jezus? Als anderen gaan zeggen dat je bij Jezus hoort, dat is de derde soort van bevestiging. En voor de leerlingen van Jezus was die de eerste keer dat zij als leerlingen werden genoemd, als leerlingen werden aangesproken. En het was nogal heftig. En de fariseeën en hun schriftgeleerden morden tegen hen, zijn discipelen, en zeiden: waarom eten en drinken jullie met de tollenaars en zondaars? Daar hadden zij hun eerste bevestiging tot leerlingen van Jezus te pakken. Heel die etende, feestende menigte worden zij eruit gepikt door de fariseeën en hun wetgeleerden als zijn leerlingen. Dit is natuurlijk een geweldig moment. En ook echt helpend. Als een ander tegen je zegt: jij bent echt van Jezus. Voor mij is op dit moment, krijg ik die opmerking een paar keer achter elkaar de afgelopen tijd, dat mensen tegen mij zeggen: jij bent echt vervuld met de Heilige Geest. En ik hoor dat aan en het is een bevestiging van iets wat ik zelf niet zo over mezelf zou zeggen. Het helpt me om dat te geloven. Het is een fase waar ik in ben, waarin ik deze bevestiging krijg, ook weer van mensen, van de derde soort dus. Maar spannend is het als anderen tegen je zeggen: jij denkt zeker zo de hemel in te lopen. Dan zeg je niet dankjewel, maar krap je je achter je oren. Ga ik te ver? Is het zo duidelijk en zo irritant voor een ander? Dan sta je voor een poort waarbij je niet aangemoedigd wordt, maar bevraagd. En soms zelfs gevraagd: als je nog verder hiermee gaat, eindigt hier ons contact. Ik hoop en bid dat we allemaal bij het passeren van fuik naar fuik deze twee reacties krijgen. Want allebei, de bemoedigende en de bevragende, beide gebruikt de Heere om ons te laten groeien in discipelschap. Beide, het wees sterk en moedig en het waarom ben jij veranderd, maken jou duidelijk: ja, het is definitief begonnen in mijn leven. Jezus volgen en veranderen. Groeien, zijn beeld gaan dragen, nieuwe identiteit krijgen, die met die heerlijk lage instap, leerling. Kunt gij soms de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Hieruit haal ik vier dingen over leerling zijn. Ten eerste, met Jezus kom je terecht in totaal nieuwe gezelschappen die je niet zelf kiest, waar je zelf misschien nooit op zou komen om met zulke mensen om te gaan, laat staan feest te vieren. Tweede, jij wordt aangesproken op wat Jezus doet. Jij wordt daarop aangesproken. Derde is, en jij hoeft jezelf daar niet voor te verantwoorden. Dat doet Jezus zelf voor jou. En het vierde is: verzamel ze allemaal, die wonderlijke identiteiten, die namen die Jezus voor jou, zijn volgeling, heeft. In dit stukje alweer 2 tot 3 nieuwe: leerling, ziek en bruiloftsgast. Dag, gast. Met Jezus kom je terecht in totaal nieuwe gezelschappen. Ik weet niet of ze hem kenden, Levi. Die vissers, Simon,
Johannes, Jacobus, Simon en al die anderen. Ik weet niet of ze hem kenden, die Levi. Ik weet niet of ze zijn collega's kenden. Maar hier zitten ze, omdat ze Jezus volgen, ineens aan tafel bij een gezelschap van belastinginners. Ik vroeg vanmorgen aan de kinderen, wie zou jij uitnodigen als je blij met Jezus bent en een feestje daaraan wijdt? Levi had heel veilig gekozen voor zijn vrienden, voor zijn collega's. Die had hij uitgenodigd. Maar was dat ook een veilig gezelschap voor die vissermannen? Kwam Levi ook al eerder op de verjaardag van Simon Petrus? En die andere Simon in het gezelschap, Simon de Zeloot, dat was Simon de verzetsman. Die zat nu ineens te eten van de tafel van een collaborateur. Een beschermeling van de Romeinse bezetter waartegen hij aanslagen pleegde. Misschien zaten er zelfs Romeinen aan tafel. Omdat het dat de vrienden van Levi waren. Ze waren Jezus gevolgd en Jezus was Levi gevolgd naar zijn afscheidsreceptie. En daar zaten ze ineens in gezelschap dat ze niet zelf uitgekozen hadden. En een wereld van verschil met wie ze zelf waren. En ineens de roepende vraag in hun oren: waarom doen jullie dit? Eten en drinken met tollenaars en zondaars, waarvan de toon klonk als met criminelen en andere smeerlappen. Leer je dit van jou, Jezus? En als we erover nadachten, was het duidelijk, ja. Alleen door Jezus zitten wij vandaag in deze tent. Wij zijn hem hierheen gevolgd. En het is duidelijk, die Levi die gaat ook volgen. Dat wordt dus een van ons. Een van ons? Sinds wanneer zijn wij een ons? Sinds we Jezus volgen en komen waar hij komt, begint daar zich een groepje te vormen dat er altijd bij is. Dat zijn wij. Wij zijn een wij aan het worden. En wij zijn leerlingen van hem, Jezus. Zo belangrijk te weten dat Jezus dit ook nu nog zo organiseert. Wij zijn als leerlingen van Jezus geen Roosevelt Academy in een gotisch stadhuis. De rijkste jonge mensen van Nederland in een exclusief gezelschap op de markt van Middelburg. Wij zijn als leerlingen van Jezus ook altijd een heel wonderlijk samengesteld gezelschap. Van vissers, van boeren, van accountants, van Zeeuwen en Hollanders. Van Ermuinaren en Nieuwlanders. Van gereformeerden en evangelischen. Van jongeren en ouderen. Van mbo'ers en van universitaire scholen. Van voetballers en van korfballers. En voordat de coronatijd uitbrak, merkten we dat Jezus het zo bij ons organiseerde. Elke kerkdienst zagen we dat het gezelschap om ons heen door Jezus elke keer, elke week kon veranderen. Wie raakt er nu weer geïnteresseerd? Wie zit er nu ineens weer in ons midden? Jezus, tegen wie heeft hij deze week nu weer gezegd?
volg mij. En het begon. En ze zaten naast je. Ze zaten naast jou, hem, haar, die jij niet kende. Die jij niet uitkoos. Die jij niet lief had. Die jij niet vertrouwde. Die jou pijn gedaan heeft. Of jij hem of haar. Maar door Jezus verkeer ik in ongekend gezelschap. Telkens weer. Telkens verder. Dinsdag had ik het weer. Ik als universitair geschoolde stadsjongen, Hollander, was door Jezus toedoen ineens in een gezelschap van de boeren van Walcheren. Hoe is het mogelijk? Heerlijk. Wat een verrassing. En ik vond het ook wel een beetje spannend. Ik merkte wel degelijk. Ik ben geen boer. Dit zijn mensen. Dit is een gezelschap wat ik niet ben. Hoe gaat dat tussen ons? Wat een uitdaging. Wen jij er ook al aan? Die verschillende gezelschappen waar je door Jezus te volgen ineens tussen komt te zitten. Of heb jij dat helemaal niet? Komt het in jouw volgen niet voor? Een ander gezelschap dan jezelf kiest voor jezelf. En dan jezelf bent. En hoe zou dat komen? Gaat Jezus niet zo ver meer? Of ga jij niet zo ver meer met Jezus mee? Als je altijd soortgenoten om je heen hebt. Muurnaren of christenen of leeftijdsgenoten. Is dat je enige gezelschap is. Altijd. Dan moet je je deze vraag stellen. Staat mijn volgen van Jezus soms stil? Ligt het aan mij dat hij mij nooit krijgt in een vreemd, ongekend gezelschap? Maar heerlijk als je het meemaakt. Als je voortdurend, of in ieder geval één keer per jaar, beseft, zonder Jezus had ik nooit dit gezelschap geproefd. Dit gezelschap gekend. Ik had het nooit zelf gezocht. Ik had het zelf nooit gevonden. Maar door Jezus kom ik overal. De boeiendste mensen mag ik ontmoeten. Alleen maar omdat ik achter Jezus aanging. En waar hij ging, daar zat ik ook. De feesten van Jezus. Ongekend. Zo ver als hij werft. Dat is het eerste. Als leerling van Jezus kom je in ongekend gezelschap. Tweede. Jij wordt aangesproken op wat Jezus doet. Als leerling van Jezus. De discipelen worden aangevallen op wat Jezus doet. Jezus is degene die Levi's uitnodiging aannam of uitlokte. Jezus is degene die ervoor koos die avond niet kosher brood en vis te roosteren op het vuurtje aan het strand. Maar om vanavond eens lekker te gaan dineren bij een rijke stinker thuis. Kijk eens goed naar Jezus hier. Hij die zei, ik heb geen steen om mijn hoofd op neer te leggen, ligt de hele avond te eten en te drinken. Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen. Maar ik heb het vermoeden dat hij niet met een zuur gezicht in zijn bord zit te prikken, de helft opzij schuift en een appelsapje bestelt in plaats van die exclusieve dure Romeinse wijn. Ik heb het vermoeden dat hij niet een zwaar pastoraal gesprek hield met de Romein naast hem, of anderhalf meter afstand van hem hield. Maar ik vermoed dat hij grote verhalen vertelde. Of minstens met vreugde en naar luisterde naar andermans grote verhalen. Misschien wel een grap maakte.
of om andermans grap lachten. Misschien werd er wel gedanst die avond. Er werd er wel gezongen. Geen psalmen, niet eens opwekking. Misschien werden er wel stukjes gedaan. Dan zou de Heer Jezus ook in een deuk gelegen hebben. Hebben mensen toen zijn schaterlach vernomen? Zoals ieder lachte om zijn nieuwe volgeling Levi. En misschien werd de sfeer aan het eind van de avond wel een beetje dronken. Hoe stellen wij ons Jezus voor? Die avond. Kennen wij Jezus eigenlijk wel? Kennen wij hem al? De vraag van de farizeeën en wetgeleerden aan Jezus' leerlingen is niet de vraag: eten jullie wel met gewassen handen? Maar waarom met tollenaars en zondaars is dat jullie soort soms? En de leerlingen bedachten zich: nee, niet ons soort tot vanavond. Wij zijn hier vanavond door en voor en om Jezus. Maar het lijkt nu natuurlijk wel alsof die ons soort is, tollenaars. En als je dat zo wil noemen, zondaars. Maar het lijkt nu wel alsof wij ook tollenaars en zondaars goed gezelschap vinden. Aangesproken op wat Jezus je aandoet. Aangevallen op waar je Jezus jou in meeneemt. Dat is een onderdeel van het discipel zijn. Ken jij dat? Herken jij dat? Dat mensen het plat en direct jou vragen: waarom ga jij met die mensen om? Ben jij christen? Waarom doe jij daar aan mee? Met de ondertoon van afkeuring. Kan niet, dit kan niet, je bent niet goed bezig. Als je dit met Jezus kunt verantwoorden, dan misbruik je of de naam van de Heer, of die Jezus van jou deugt niet. Als je dit kunt maken. Maar jij bent erin beland door Jezus te volgen. Het was niet je eigen vlees die eens lekker wilde uitgaan. En het is ontzettend lastig om daar een goed antwoord op te geven. Als je met je mond vol tanden staat en beseft: ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik was Jezus aan het volgen. Ik had nog niet bekeken dat dit er zo fout uitziet. Het is ontzettend lastig om daarvoor je te verantwoorden. En als het derde. En dat hoeft dus ook niet. Niet altijd. Misschien wel. Meestal niet. Als tieners die slordig met dingen omgaan en iemand spreekt hen erop aan en een volwassene komt tussen beiden. Ho, ho, ho. Onder mijn verantwoordelijkheid zijn ze bezig. Zo staat ineens Jezus tussen zijn leerlingen die net pas beseffen dat ze als zijn leerlingen gezien en aangesproken kunnen worden. En voordat zij over een antwoord gaan nadenken op de vraag die aan hen is gesteld, antwoordde Jezus en zei tot hen die de vraag stelden: zij die gezond zijn, hebben geen genezing nodig. Zij die ziek zijn, ben ik gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En het gesprek gaat met hem verder. Doch ze zeiden nu tegen hem, niet meer tegen zijn leerlingen: zij zijn in de luwte gekomen. Jezus is tussen beiden gaan staan. Jezus geeft de antwoorden. Jezus doet de verantwoording. En geeft een uitleg die zijn leerlingen niet hadden kunnen bedenken of hadden kunnen formuleren.
Zij die gezond zijn, hebben geen genezing nodig. Maar zij die ziek zijn, ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Waar ze zelf ook weer ontzettend veel van geleerd hebben. En nog maar het begin van aanvoelden. Geweldige Jezus, hè? En Jezus antwoordde. Niet zij. Is dit de les voor jou? Voor vanavond? Jij ligt veel onder vuur. Er wordt jou veel gevraagd. En je hoofd en je hart maken overuren. Hoe antwoord ik? Hoe verantwoord ik me? Hoe leg ik het zo uit dat ze het snappen? En ik zelf ook. Kijk, hier lees je wat Jezus jou aandoet, wat Hij jou aan het aanleren is, waar Hij jou in meeneemt, kan Hij ook zelf willen beantwoorden aan degene die aan jou de vragen stelt. Ook nu. Ook nu Hij in de hemel is en in ons hart. Dat wij gewoon stil moeten zijn met onze mond vol tanden. En het antwoord komt vanuit Hem zelf. Een antwoord wat wij niet kunnen bedenken, waar wij ook weer van kunnen leren. Niet op ingaan. Wachten. Zwijgen. Bidden, Heer Jezus. Waarom? Waarom? Ik weet het eigenlijk zelf ook niet helemaal. Ze hebben een hele rake vraag gesteld die mij in de war brengt. Geeft u het antwoord. Geeft u alstublieft antwoord. En misschien zelfs de vrijheid nemen om dit als antwoord te geven. Waarom? Dat kan ik jou niet uitleggen. Zolang jij Jezus niet volgt. Ik kan dat jou niet uitleggen als jij Jezus niet kent. Maar als jij Jezus zult leren kennen, dan kunnen we het er echt over hebben en kunnen we met elkaar onze antwoorden delen. Maar ik denk dat ik het je nu gewoon niet kan duidelijk maken. Maar dan praten we verder. Zoek Hem toch ook. Vraag het Hem zelf. Overschat je verantwoordelijkheid niet. Jezus is er zelf in jouw leven. Hij is hoofdverantwoordelijke wat Hij in jouw leven doet. Hij is hoofdschuldige wat Hij jou laat doen. Laat Hem antwoorden. Sta met je mond vol tanden. Als een kind dat zijn hoofdje gauw wegdraait. Tegen de schouder van zijn vader. Als hem een moeilijke vraag wordt gesteld. En hij er bang van wordt. Dan moet vader wel antwoorden. Want het kind zal het echt niet meer doen. Zo bij Jezus. En tenslotte verzamel ze allemaal de wonderlijke identiteiten die Jezus jou geeft. Deze leerlingen leren op dit moment iets veel over hun nieuwe identiteit. Grote woorden gebruikt Jezus voor hen en hun soortgenoten. In één adem verklaart Jezus hen tot zieken en zondaars. Als tot bruiloftsgasten. Op het moment dat Jezus zegt, ik roep geen rechtvaardigen, maar zondaars. Want gezonde mensen hebben mij niet nodig, maar zieken, voelen zij aan. Maar Hij riep mij. Dus ik ben in zijn ogen geen rechtvaardige, maar een zondaar. Ik ben in zijn ogen geen gezonde, maar een zieke.
En hij is mijn dokter. En hij roept me tot bekering. Dat is zijn bedoeling. Dat is zijn poging. Dat is zijn en dat is mijn identiteit. En tegelijkertijd, een zin later, bruiloftsgasten eroverheen. Letterlijk, zonen van de kamer waar de bruiloft gevierd wordt. Zonen van de bruiloftszaal. Ben je getrouwd? Denk je aan trouwen? Denk eens aan je gastenlijst. Denk eens aan de daggasten erop. Die bedoelde Jezus hier. Met zonen van de bruidskamer. De beste vriend, de vader die weggeeft, de getuige en zo nog een paar anderen. Dat hele exclusieve gezelschap dat naast de receptie, naast het feest, de hele dag mag meemaken. Dezelfde corsage draagt de mannen als de bruidegom, de vrouwen als de bruidegom. Niet allemaal een bruidspakket. Welke bruiloft? De bruiloft van Jezus met Levi hier. Je bent speciaal geselecteerd en opgewaardeerd door Jezus. Je draagt dezelfde corsage. Maakt het hele feest mee. Maar je was toch ziek en zondaar? Ja, die kiest Jezus als zijn best man, beste vrienden, getuigen, vader die hem wegbrengt. Om er helemaal bij te zijn, als hij zijn bruidsgemeente weer groter maakt, met een zieke erbij, met een zondaar erbij, met een tollenaar of een hoer erbij, die hij trouwt. En zoals de moorders zijn bij bruiloften, van tevoren mag je de keuze van de bruid of de bruidegom betwisten. Van tevoren. Zeker als je de beste vriend bent. Of vader of moeder bent van de bruid of de bruidegom. Dan mag je ze apart nemen en zeggen. Tjoe, ik vind het wel heel wat. Is dit de beste persoon voor jou? Om een leven lang gelukkig te worden. Mag ik mijn zorgen daarover met jou delen? Dan mag je van tevoren doen. Voor de bruiloft. Maar tot de bruiloft en geen moment langer. Maar op de bruiloft zelf moet je daarmee gekapt zijn. Moet je aanvaarden de keus van de bruid en van de bruidegom. Dus je mag van tevoren met Jezus twisten over Levi, weet u het zeker? Levi, weet u het zeker? Een hoer, weet u het zeker? Poetin, weet u het zeker? Een visser, weet u het zeker uit RMU? Weet u het zeker? Maar zodra Jezus jou meegenomen heeft als best man, corsage op de bruiloft zelf en het feest wordt gevierd, zijn je vragen voorbij en is het geboden volledig te aanvaarden. Jezus, u wist het zeker, met Levi, met een visser uit RMU, met Poetin, met een hoer, met mij, met een zieke, met een zondaar. U weet het echt zeker. Ik zie u zitten, glanzend en lachend van vreugde, op weer een dag van bruiloft.
aanvaarden en omarmen als bruidsgemeente. Ieder met wie Jezus trouwt. En er het beste van gaan maken met die Levi, met die visser, met die hoer, met Poetin, als dat zou moeten. Zo leerde Jezus zijn leerlingen. Jullie waardeer ik zo dat jullie het korset van mij dragen. Zonen van het bruidsvertrek, mijn beste vrienden. Ik houd van jullie terwijl je ziek en zondaar bent. Ik noem jullie zoon van mijn bruidsvertrek. Dat is je bestemming namelijk. Dat is je les van vandaag. En ik heb nog veel meer wonderlijke identiteiten. Nog veel meer titels voor jullie. Heb je deze? Zoon van het bruidsvertrek. Daggast van Jezus' bruiloft. Heb jij deze? Heb je deze? Heb je deze? Heb je deze? Heb je deze te pakken? Heb je een corsage op? Weet je dat Jezus dit meent? Is hij je te groot? Mag hij je die dan verder aanleren? Amen.